Oké, je hebt je droompand gevonden, je hypotheek is geregeld, binnen 10 weken wordt je keuken geplaatst. Maar nu moet je alleen nog even je eigen huis verkopen. Nou ja, dat is tegenwoordig niet zo makkelijk. Om je huis beter in de markt te zetten, kun je de hulp inschakelen van een verkoopstylist. Nou, ik had er zelf nog niet eerder van gehoord. Dus wat is een verkoopstylist? Een verkoopstylist is, die wordt ingeschakeld op het moment dat een huis in de verkoop genomen wordt. Het is heel erg belangrijk dat een woning goed gepresenteerd wordt en voor de juiste doelgroep. En op basis daarvan wordt de woning gepresenteerd. En dat is meer dan alleen opruimen en een appeltaart in de oven. Daar komen we niet meer mee weg. Wat we wel doen is zorgen dat de ruimte neutraal is. Dat vinden mensen belangrijk. Mensen zijn visueel ingesteld en willen graag zichzelf kunnen verplaatsen met hun eigen spullen in de woning. Al die dingen, dat gaan we doen. Dat doen we samen met de verkopers. En uiteindelijk wordt dan de woning op die manier gepresenteerd. Alle studieboeken. Weet je, je hebt een grote zolder op dit huis, geloof ik, hè? Ja, klopt. Zullen we daar het bureau dan naartoe verhuizen? Dat is een goed idee. Prima badkamer, zwart-wit, geschikt voor de grote doelgroep. Wat we wel zien, heel veel persoonlijke spulletjes. Komt allemaal wat rommelig over. Zorg als je een bezichtiging hebt, dat je wat mandjes hebt en wat doosjes. Berg de persoonlijke spullen op en het ziet er prima uit, helemaal goed. Woningpresentatie, want dat is het eigenlijk als je je huis gaat verkopen, dat is meer dan verkoopstyling en het restylen van de woning. Het begint natuurlijk allemaal op de verkoopsites, dus het is heel belangrijk dat de plaatjes mooi zijn. Ik vind dan ook dat er een goede fotopresentatie moet komen. En een fotograaf met gevoel voor interieur die de juiste sfeer weet te treffen, daarmee onderscheidt jouw woning zich aanmerkelijk van het vergelijkbaar aanbod. Tot slot natuurlijk de makelaar, die moet het een en ander voorzien van een pakkende tekst. Dan hebben we het totaalplaatje klaar, dan kan de woning gepresenteerd worden. En ja, hoe meer kijkers, hoe sneller een koper gevonden. En dat is natuurlijk het doel. Merk je ook resultaat na zo'n verkoopstyling? In de huidige markt, waarin je ervoor moet zorgen dat je je onderscheidt, en dat kun je natuurlijk ook doen in die verkoopstyling, is er zeker een duidelijk resultaat. We zitten met z'n allen in een moeilijke markt, dus onderscheid je van de rest van de woningen en zorg ervoor dat het opgeruimd is, fris is. Als er een keer een kleurstelling is in de woonkamer of slaapkamer die wat afwijkend is, pas dat aan. Zorg dat het er netjes bij staat. Dat scheelt zeker in de verkoop. Kun je het verkopers aanraden, zo'n verkoopstyling? Ja, ik denk dat het weer een argument is. Om de mensen, en dan kom ik weer terug op die moeilijke markt, maak er gebruik van. Het hoeft helemaal niet heel veel geld te kosten om dit advies te doen. Maar het pakt wel en het trekt mensen. Je hebt de kans, ik zal niet zeggen dat het gegarandeerd is, maar je hebt de kans dat de mensen binnenkomen kijken. En dat wil je uiteindelijk toch. Pas als de mensen komen kijken kun je je huis verkopen. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dromen en fantaseren over een nieuw huis, prachtige wooninrichtingen, mooie tuinideeën, dat is ook al leuk. En een plek waar je dat allemaal bij elkaar kunt vinden is op de beurs Huis en Tuin in het WTC in Leeuwarden. Ja, Huis en Tuin, een beurs, alles op het gebied van huis, woningbouw, verbouw,
tuinen, de mooiste en grootste modeltuinen, is uniek in Nederland. Zie je nergens, zijn bij ons worden aangelegd, zo'n 2 weken van tevoren. Laatste boot eruit, de hoveniers gaan heel hard aan de slag om hun tuin op te trekken. Daarnaast heel veel voor buiten, tuinhuisjes, gereedschap, alles om de tuin ook heen. En gewoon een hele grote interieurhal met alles voor in huis. Een nieuwe impuls aan de huishal. We hebben een nieuwbouwspectakel. Dan komt een heel groot terras, wordt daar aangelegd. En dan gaan we alle nieuwbouwprojecten op grootscherm gaan we dat presenteren. Dus alle bedrijven die er zijn met hun nieuwbouw, die worden daar groot geprojecteerd. Dus ja, denk echt aan de meest voorkomende nieuwbouwprojecten die hier in ieder geval in de regio en ook een stukje erbuiten op dit moment gebouwd worden. Of startverkoop gaat binnenkort van start, die worden daar gepresenteerd. Daarnaast hebben we op dat plein, dat nieuwbouwspectakelplein, ook 2 startersavonden. Speciaal voor iemand die het eerst woningzoekende is. Wordt met Stichting Starter 2 avonden georganiseerd op donderdag en vrijdagavond. En dan kan alles ja, die voor het eerst op zoek is naar een huis, alle informatie inwinnen. Daar zijn makelaars, hypotheekadviseurs en notaris aanwezig die alles kunnen vertellen en uitleggen. Nou, Huis en Tuin is een van de meest spectaculaire beurzen op huis, tuin en woongebied. Van heel Nederland kan ik bijna wel zeggen. Juist ook omdat erg veel mensen interesse hebben in de prachtig aangelegde modeltuinen die op Huis en Tuin beschikbaar zijn. Nou, bijzonder is dat het eigenlijk hele exclusieve tuinen zijn, maar ook tuinen die door de gewone man eigenlijk aangelegd kunnen worden. Het leuke is dat er heel veel natuurlijke elementen in verwerkt worden. Hele boomgaarden, we hebben fruittuinen, we hebben olijfboomgaarden, we hebben watervallen, watertjes die aangelegd zijn, tuinhuizen die erin gepresenteerd zijn. Het is echt spectaculair, echt prachtig om te zien. Het leuke is ook dat alle hoveniers elk jaar strijden om de mooiste modeltuin van de beurs ook aan te leggen. En dit jaar ook weer een officiële keuring. Er komt een heel team specialisten de tuinen ook bekijken. En het publiek kan dan ook tijdens de beurs zien welke tuinen ook eerste, tweede en derde plek gewonnen hebben. Ik denk juist dat heel veel mensen ook zullen merken dat er heel veel sfeer te proeven valt. Omdat er heel veel leuke kleine stands zijn, veel gezelligheid. Mensen kunnen overal gezellig even zitten en de tuinen bewonderen uiteraard. Maar ook het woonsegment heeft heel veel items waar juist de mensen lekker tussendoor kunnen kijken en zien wat voor verschillende nieuwigheden er eigenlijk zijn op het woongebied. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Wonen in Friesland. Over 2 weken zijn we er weer. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...